Een veilige leefomgeving in Barendrecht. Een van de aandachtsgebieden bij het veilig houden van onze omgeving is explosiegevaar. Explosiegevaar ontstaat bijvoorbeeld bij een ongeluk tijdens het vervoeren van LPG. Ondanks dat het risico klein is, wil de gemeente graag uitleggen wat jij kunt doen bij zulke incidenten. Er is onder andere explosiegevaar bij tankstations in Barendrecht vanwege de opslag van LPG. Bij de Oude Maas, als schepen gevaarlijke stoffen vervoeren. Of als door graafwerkzaamheden een buisleiding wordt geraakt. De kans is klein, maar wees bewust van de risico's in jouw leefomgeving. Ontstaat er een situatie waarbij er explosiegevaar is, weet dan wat je moet doen. Volg de instructies van de aanwezige veiligheidsdiensten en probeer het risicogebied snel te verlaten. Is het gevaar dicht bij jou in de buurt en je hebt te horen gekregen van de brandweer of veiligheidsregio dat je het gebouw moet verlaten, zoek dan een veilige plek op, bijvoorbeeld achter een gebouw. Ruik je een vreemde geur, zoals gas? Bel dan 112. Vermijd ramen, deuren en spiegels.